Elk district heeft zijn eigen identiteit, zei minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme vandaag tijdens de workshop Public-Private Partnership voor Duurzame Toerismeontwikkeling. Deze eendaagse workshop was speciaal voor districtscommissarissen en had als doel anders te kijken naar de toeristische attracties die in de diverse districten worden aangeboden. Maar ook moet er samen nagedacht worden over welke toeristische destinatie Suriname is, zegt Jubitana. Binnen deze identiteit bestaat de mogelijkheid om alle activiteiten, bezienswaardigheden en attracties aan te bieden. U ziet, het verhaal Suriname krijgt meer inhoud. Maar hoe zit het met Suriname in haar geheel? En diezelfde eenduidigheid moeten wij geven aan Suriname in haar geheel. Bij verschillende gelegenheden heb ik aangehaald, het verhaal Suriname moeten wij gaan ontwikkelen. Het mag niet meer zo zijn, en misschien, of althans een keiharde doelstelling vanuit TCT, dat in 2022 de gidsen met een ander verhaal naar het buitenland gaan. Of de toeroperators weer met een ander verhaal. Of de Shata met een ander verhaal. Toch, mevrouw Ang? We moeten met één verhaal naar Suriname, naar buiten toe treden. Onderwijsminister Marie Levens meent dat er veel gedaan moet worden als we Suriname toeristisch beter willen uitdragen. Zo moet er volgens haar ook gewerkt worden aan wat zij noemt het cultiveren van nationale feestdagen. Je moet al die nationale feestdagen in Suriname, kan je cultiveren en maken tot een cultuuraangelegenheid en vooral een toeristische aangelegenheid. Maar we moeten mensen trainen om te begrijpen wat dat precies inhoudt. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.